Beste kijkers, in het kader van Internationale Vrouwendag praat onze presentatrice Özgür Janel in Studio Actueel met Leyla Hesene en Senam Aslan over vrouwen en arbeid. Welkom bij Studio Actueel. Deze week ga ik in het kader van Internationale Vrouwendag praten over de arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland. Die is laag en in het bijzonder hier in Feyenoord. Ik ga het gesprek voeren met Senem Aslan, arbeidsconsulente bij Feyenoord Werkt. En met Leyla Hesene. Zij is projectmanager bij Stichting Cleopatria. Oké, dames. Wat betekent Internationale Vrouwendag voor jullie? De Internationale Vrouwendag, dat is een bijzondere dag voor mij. Eigenlijk voel ik dat dagelijks 365 dagen per jaar. Het moet elke dag een vrouwendag zijn, vind ik. Het is niet bijzonder op 8 maart. Maar de reden van de verzinsel van de dag is heel erg belangrijk natuurlijk. De vrouwenrechten, vooral in de arbeidsmarkt. Nou, ik sta erachter, ik voel de dag helemaal. En jij, Leyla? Nou, idemdito, vooral de laatste jaren met de essentie van echt 8 maart, waar die oorspronkelijk vandaan is begonnen, had te maken met de rechten van de vrouw. En met name natuurlijk op de arbeidsmarkt, zoals Senne zegt. Nou, dat zien we dus in de loop der jaren, dat er heel veel veranderd is, maar nog steeds niet het optimale beeld. En met 8 maart, sommigen zeggen, nou, het is nu achterhaald 8 maart, ja, dat moeten we eigenlijk niet meer doen. Het is elke dag feest of juist niet. Maar ik denk toch dat je elk jaar een moment moet hebben om in ieder geval stil te staan bij de rechten van de vrouw. Want die zijn niet zomaar verkregen. En we zijn er ook nog niet. En we zijn er nog lang niet. En hoe ga je het zelf persoonlijk vieren, tussen haakjes? Ik vier het niet. Ik zie het niet als een feest, hoe jij dat zegt. Maar ook het zeg ik herinner vooral de bewoners die naar mij toe komen. Vooral de vrouwen dus, die op zoek zijn naar werk. Die herinner ik op hun rechten. Wij hebben een aantal vrouwenstudio's in Rotterdam. 5 in Rotterdam, een aantal buiten Rotterdam, Uithoorn, Amsterdam, Breda. Daar gaan wij dus 8 maart vieren, want zo blijven we het noemen. En met verschillende thema's, onder andere ook dus economische zelfstandigheid. Oké, nou, we hebben de vrouwen op de markt gevraagd of zij werken of niet. Het beeld is dat de vrouwen hier niet echt actief zijn op de arbeidsmarkt. Kijken jullie even mee. Werk je? Nee, momenteel niet meer. Dag en nacht. Nee. En u bent op zoek of lukt het niet om te werken? Nee, ik ben afgekeurd. Werkt u? Ja, ik werk. Oké, dat is mooi. En wat doet u voor werk? Ik ben gezinsbegeleidster. Ik ben druk bezig met solliciteren inderdaad. Naar heel veel functies. Vooral functies waarvoor ik eigenlijk niet meer voor heb gestudeerd. Puurweg omdat er in mijn studierichting geen werkgelegenheid meer is. Het valt niet mee om altijd thuis te zitten hoor. En dat je niks meer, eigenlijk niet meer kent. Ja, dat is best wel moeilijk. Want ik heb altijd gewerkt, heel mijn leven heb ik altijd gewerkt. Achter de vleeswaren, in de horeca, van alles. Supermarkt. Opgeleid gezinnen met het opklimmen in de maatschappij. En hoe bent u daar terecht gekomen? Gewoon solliciteren. Ik heb een mbo, administratieve opleiding, niveau. En geen baantje daarvan kunnen vinden? Ik heb nu even geen baan, nee. Ik ben hard aan het zoeken. Ik heb sociaal-juridische dienstverlening gestudeerd. En vooral dus, ja, het is een brede opleiding. Dus je kunt werken bij de instanties, bij de overheid, bij de rechtbank, bij advocatenkantoren. Maar ja, daar wordt dus juist op bezuinigd bij gemeentes en ja, de overheden. Dat doe ik wel, ja. Ik moet weer aan de slag. Ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met ieders eigen opvattingen over werk, inderdaad. En of iemand de capaciteit heeft om te werken. Want ja, je moet toch ergens beginnen. En als je alle taal niet spreekt, ja, dat is al een drempel, denk ik. Haven? Ik weet niet, ik heb daar geen ervaring mee. Maar zorg lijkt me wel leuk. Met de oude mensen. Dat is mijn doel uiteindelijk. Vind ik echt leuk. We moeten de rekeningen toch op een of andere manier betalen. En dan neem je natuurlijk ander werk aan dan waarvoor je hebt gestudeerd of zelfs onder je niveau. Normaal kon je wel heel snel aan de bak komen, maar nu even niet. Ja, waardoor komt dat, denk je zo? Ik weet niet, crisis in Nederland. Ik heb wel hoop, maar als ik realistisch kijk en realistisch ja, redeneer, dan denk ik alleen maar dat het zelfs qua overheid en gemeentes en instanties bij die werkgelegenheid in ieder geval gaat dalen, denk ik, toch wel. Dat het zelfs erg gaat worden.
Oké, de laatste jonge dame die is niet echt optimistisch over de kansen op de arbeidsmarkt. Ze zegt de werkgelegenheid wordt minder. Ervaren jullie dat ook zo in de praktijk? Mijn ervaring is dat de functies zoals, nou, ik zal even een paar praktijkvoorbeelden benoemen. Een functie als baliemedewerkster. Nou, dat soort functies zijn wegbezuinigd en eigenlijk overgenomen door vrijwilligers. Dat is een van de redenen waardoor vrouwen moeite hebben met het vinden van een plek in de arbeidsmarkt. En daarnaast hoor ik de laatste vrouwen zeggen, nou, sociaal juridisch dienstverlening op mbo-niveau. Heel veel hbo'ers die solliciteren op dat soort functies en die krijgen de voorrang door de werkgever. Dat is een van de redenen waardoor een mbo'er in dit geval minder aantrekkelijk is voor een werkgever. En dat ervaren we wel, ja. Er wordt gezegd dat er arbeidsparticipatie laag is van vrouwen hier in Feyenoord. Waarom is die laag? Feyenoord is natuurlijk, zoals men dat zegt, een achterstandswijk. En ik vind het eigenlijk geen achterstandswijk, ik ben daar opgegroeid. Een hartstikke leuke wijk. Er wonen heel veel laagopgeleide mensen. Er wonen ook mensen die dus nieuw uit het buitenland zijn gekomen, met een hoge opleiding, maar de Nederlandse taal niet spreken. Waardoor je dus een achterstand weer gaat krijgen op de arbeidsmarkt. Dus is taal echt een belemmering? Taal kan voor sommige werkgevers een belemmering zijn. Als je niet verder kijkt. Als je niet verder kijkt naar wat kan die persoon dan wel. Want Nederlandse taal kan je nog altijd leren. Ook tijdens of naast je werk. Maar is er specifiek iets aan de hand met de vrouw met een andere etnische achtergrond? Of hun vrouw zijn? Is daar iets specifieks probleem voor op de arbeidsmarkt? Sowieso over Nederland breed zijn de afgelopen jaren natuurlijk heel veel geschreeuw om vrouwen in hogere functies. En überhaupt gewoon vrouwen doorstromen in bedrijven of en dergelijke. Dus niet eens Feyenoord, want Feyenoord is een klein stukje van Nederland. Nederland breed lopen we eigenlijk al achter op vrouwen in hogere posities. Nederland breed lopen we al achter op de inkomensverschillen tussen man en vrouw. Die is nog steeds 6%. Die proberen ze wat te minderen, maar er is nog steeds een verschil. Nederland breed lopen we achter dat vrouwen parttime werken. Nederland breed lopen we achter dat de verzorging thuis nog steeds op de schouders van de vrouwen zit. Dus al die elementen meegenomen en dan nog eens een extra je culturele achtergrond meenemen of de taal niet spreken, dat kan een zware verdrukking zijn op je zoektocht naar een baan. Is het probleem de markt of ligt het bij dat vrouwen niet geschikt zijn voor de markt zoals we die hebben, de arbeidsmarkt? Het is niet de geschiktheid, zo wil ik het niet benoemen. Het ligt en aan de arbeidsmarkt en aan de vrouw zelf, ervaar ik. Ik hoor je net de taal zeggen, nou, dat is vaak wel het probleem. Eén van de problemen in ieder geval. En de lage opleiding van de vrouwen. Daarnaast, de zorg in huis, dat op de schouder van de vrouwen ligt, dat neemt met zich mee dat de vrouwen zich niet heel flexibel kunnen instellen. Hebben ze een kind, kunnen ze tijdens schooluren werken. Of hebben ze een werkende man, willen ze parttime aan de slag. Wat doet de werkgever? Die geeft de voorkeur aan een man die na de werktijd nog eens een bijeenkomst kan bijwonen. Weekenden wellicht de telefoon kan opnemen en vragen betreft de werk kan beantwoorden. Nou ja, dat is denk ik de flexibiliteit. Dat is een van de problemen als we kijken naar de vrouwen. En waardoor ik vind dat het ook een stukje aan de arbeidsmarkt ligt, is dat de ondernemers vanuit zichzelf en eigen belangen denken. Dus eigenlijk niet heel creatief meedenken met de vrouwen die kinderen hebben. Ik denk dat ondernemers daar ook wel een stukje verantwoording op zich kunnen nemen. Natuurlijk is er nu natuurlijk ook een crisisperiode. Hè? Er worden ontslagen. Bedrijven kunnen niet zoveel mensen meer in dienst nemen. En waar vallen dan de eerste klappen? Die vallen meestal bij laagopgeleide en vrouwen. Want die hebben die parttime baantjes. Of zitten onderaan de ladder bij een werkgever. Als er dus ontslagen gaan vallen in de sociale sector, dat meestal dus de vrouwen die daar dus werkzaam zijn, zij de eerste klappen vangen. Wat raden jullie vrouwen dan aan? Want het ziet er niet echt naar uit dat de komende jaren de markt heel anders gaat worden. Het wordt moeilijker, denk ik zelfs. Ik zou de vrouwen aanraden om in beweging te blijven. Bijscholing, scholing, vrijwilligerswerk. Misschien ook even kijken naar net iets anders dan wat zij gewend zijn te doen. Een andere opleiding, een andere richting. Want er zijn maar uiteindelijk werken er niet zoveel mensen met hun diploma op de studierichting die ze gekozen hebben. Er zijn een hoop mensen die doen iets anders dan waar ze voor opgeleid zijn. Dus probeer dat te verbreden.
Ja, Sanne? Ik kan de vrouwen adviseren om doelgericht bezig te zijn. Echt streven naar hun doel. Niet na een huwelijk of na een kind stoppen met de opleiding en een fulltime huismoeder zijn. Want vaak krijgen ze daarna er spijt van. En gisteren hoorde ik op de radio dat vrouwen nu oververtegenwoordiging hebben op de meeste scholen. Nou, daarmee vooral doorgaan. Dus doorstuderen, wat jij zegt, en doelen stellen. Wat ga je meisjes meegeven die lang en een hoge opleiding krijgen en vervolgens eigenlijk een arbeidsmarkt die niet op ze zit te wachten? Ergens beginnen. Dat is volgens mij, wou je dat zeggen. Ja. Ergens beginnen. Op het moment dat je binnenkomt kun je altijd intern doorstromen. Ergens beginnen betekent geen gat hebben in je cv. Ja. Ergens beginnen betekent dat je dus niet in een ritme komt wat geen werkritme is. Waardoor je dus op het moment dat je dan gaat werken, dat je eigenlijk eerst nog weer in die werkritme terecht moet komen en zo weer verder gaan. En jij als arbeidsconsulent, wat is zeg maar de vraag, waar zoeken vrouwen het meeste werk in welke sector? Nou, de zorg, dat is inderdaad wel zo. Dat krijg je vaak vanuit huis. De zorg, dat is voor de vrouwen gelegen. Ik krijg bijna nooit een man binnen met de vraag of er überhaupt werk is in de zorgsector. Dat is erg aantrekkelijk, de administratieve sector. Erg aantrekkelijk, detailhandel, een van de takken. Vrouwen zijn toch op zoek naar werk wat ze binnen en in een veilige omgeving kunnen doen, zoals een kantoorbaan. Ja, want vrouwen willen het liefst niet ver van huis, is dat het? Dat is het ook, ja. De mobiliteit van de bewoners van Feyenoord is toch wel beperkt, merk ik. Ze hebben geliever een werkgever in dezelfde wijk waar ze wonen, in dezelfde straat misschien wel. Ja, dat merk ik wel. Het emancipatieproces is ook nog niet zo ver dat we... Lang niet voorbij. Nee, dat zeg ik altijd, dat is nog lang niet voorbij. Zolang de verdeling tussen mannen en vrouwen niet evenwaardig is en evenredig, zijn we daar nog steeds niet. Zolang een werkgever een keuze maakt tussen een hoogopgeleide vrouw en een hoogopgeleide man, die net afgestudeerd zijn allebei, waarvan de werkgever denkt van, Miepje die gaat waarschijnlijk kindjes krijgen over een paar jaar. Dus ik neem lieve Keesje aan. Want dat is, daar kan ik nog een paar jaar mee doen. En hooguit, als die rond zijn 50ste misschien een papadag neemt. Hè? Maar voorlopig heb ik daar geen last van. Dan gaat hij dus voor Kees in de plaats voor Miep. Ja, we hebben het nu alleen maar over kinderen. Maar aan andere dingen merken we ook dat de man vaak de voorkeur krijgt van de werkgever. Zoals vaak emotionele vrouwen, zieke vrouwen of zich niet lekker voelen en niet komen opdagen. Klopt, dan problemen met vrienden. Het lijkt wel dat vrouwen dat eerder meenemen naar hun werk dan de mannen. Zo ervaren de werkgevers dat in ieder geval. Of is het een vooroordeel? Ik denk dat het een vooroordeel is, ja. Van de werkgevers? Ja, ja, uiteraard. Oké, dames, nou, jullie zijn nog aan het werk, dus jullie horen nog niet bij de groep. Dank jullie wel. Dit was Studio Actueel, tot de volgende keer.